Hoi, welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag iets super lekkers maken. Ik ga namelijk twee zomerse drankjes maken. Eentje met onder andere watermeloen en eentje met onder andere peer en gember. En het belooft heel erg lekker te worden. En deze drankjes zijn echt perfect voor het warme weer dat er aan zit te komen. Als een extra verfrissing. En daarnaast heb ik trouwens ook geen suiker toegevoegd aan deze drankjes. Dus ze zijn ook nog eens gezond. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden en ik zou zeggen, laten we gewoon gaan beginnen. Oké, ik ga beginnen met het eerste drankje en dat wordt het watermeloendrankje. En daarvoor ga ik als eerste watermeloen in de blender doen. De precieze hoeveelheden voor de ingrediënten die ik gebruik, die kun je terugvinden in de beschrijving van deze video. Dan ziet het er zo uit als het is gelukt. Oké, dan ga ik als eerst beginnen met een laagje ijsklontjes. Klein laagje, tot ongeveer zoiets. Totdat je ijsklontjes hebt bedekt. Dan pak ik wat munt, twee takjes. Die heb ik eventjes afgespoeld. En die doe ik er zo in. Vervolgens de watermeloen. Nou, voor het tweede drankje gebruik ik onder andere een peer. En voordat ik met het drankje verder ga, snijd ik nog eventjes een plakje hiervan af. Dat is leuk voor de garnering straks. Verder schil ik ook even de peer. En ik haal dit er even vanaf. En vervolgens verwijder ik eventjes het klokhuis. Pak je blender dus en doe er de peerstukjes in. En blend tot een egaal geheel. En je kan het jezelf een beetje makkelijker maken door alvast een klein beetje water in toe te voegen. Een klein beetje spelrood. Nou, pak eerst even de gember erbij. En ik heb de gember wel even gewassen. Aangezien ik vind het wel mooi als de schil erop blijft. Maar is het natuurlijk wel, is dan noodzakelijk om de gember eerst even te wassen. Nou, de gember die snijd de achterkantje er even af. En de gember die snijd ik vervolgens in plakjes. Nou, dan ga ik nu verder met het drankje. En hiervoor doe ik als eerst eventjes wederom wat ijsklontjes. Tot ongeveer de helft. Nou, dan wederom weer wat spaarrood. En ook dit keer totdat je de ijsklontjes nagenoeg eigenlijk helemaal met die spaarrood hebt bedekt. Ongeveer zo. Vervolgens kunnen de stukjes gember erbij. En ook hier kunnen weer twee takjes munt bij. En ik heb de munt ook eerst eventjes gewassen. En vervolgens kun je op je hand zo een beetje doen. Dan komt de smaak wat meer vrij. En de munt heeft ook nog een functie in zo'n drankje. Want het is eigenlijk ook een soort van... daarmee kun je het eigenlijk roeren. Een soort van, als een soort van stokje zo, kun je het drankje mee roeren. Zo. En tot slot dat peermengsel erbij. Zo. En vervolgens kun je het afmaken door dat peerstukje wat je zojuist apart hebt gehouden, er zo in te steken. En zo maak je eigenlijk deze twee gezonde zomerse drankjes. Ik zou zeggen, proost! Nou, de drankjes die zijn klaar. Dit is de watermeloen variant. En dan ga ik hem even met een rietje kun je hem natuurlijk makkelijk roeren.
En je kunt hem ook roeren met die muntblaadjes. Zo met, zit natuurlijk aan, dus een soort van takje. En dan kun je ze, kan je makkelijk roeren. Ik ben zelf niet zo'n rietjesfan. Dus ik ga het eventjes zonder een rietje proeven. Mmm, het is echt zo lekker. Het is echt heel erg verfrissend. Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de peervariant. Die rietjes zijn leuk, maar ik ben er niet zo'n grote fan van. Het is eigenlijk net een cocktail. Alleen dan zonder alcohol. En dan in het warm weer is alcohol eigenlijk niet zo heel erg goed voor je natuur. Mmm. Super lekker. Het is een beetje ook. De gember die maakt het best wel pittig. Dus als je het ietsjes minder pittig wilt. Het is niet heel pittig hoor. Het is niet storend. Want peer is natuurlijk ook best wel zoet. Maar je zou er iets minder gember bij kunnen doen als je wil. Maar ik vind het wel. Ik hou er wel van. Ik geef net een extra bite. Mmm. Heel erg lekker. Nou, dat was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Doeg!